Voor het einde van 2023 moet er een nieuwe veerverbinding zijn over de Marowijnrivier. En dit zal Suriname en Frans-Guyana 4,7 miljoen euro kosten. De ondertekening van de nieuwe afspraken tussen beide landen vond vandaag plaats in het Jacana Amazon Wellness Resort. Ook een nieuwe veerboot zal ruim 200 passagiers, 8 containers van 20 voet en een 20-tal voertuigen kunnen verplaatsen. Het is de bedoeling om de samenwerking tussen de beide landen te verhogen en dus om containers te transporteren vanaf Paramaribo naar Saint-Laurent, naar Frans-Guyana. En er ook voor te zorgen dat die containers niet leeg teruggaan, dat ze dus ook met producten vanuit Frans-Guyana naar Suriname zullen komen. Volgens Leo Brunswijk, president-commissaris van NV Havenbeheer, zullen de kleine boothouders niet in gevaar komen door deze nieuwe veerverbinding. Er moet vanaf nu gewerkt worden aan accommodatie van de productiesector in het gebied. NV Havenbeheer moet werken aan het uitbreiden van hun werkcapaciteit. Wij moeten ervoor zorg dragen dat de hubfunctie van Suriname nu een beetje op gang komt. En doordat je dus meer container kan vervoeren vanuit Paramaribo naar Saint-Laurent. En de weg is ook korter tussen Paramaribo en Saint-Laurent. En mocht het zijn dat je dus naar Cayenne gaat met je containers en je hebt het nodig in het westen van Frans-Guyana, dan kies je liever voor Suriname, want dan heb je dus qua transport, heb je dus een kortere afstand en dan is het wel goedkoper. Volgens directeur Andreas Talea van NV Havenbeheer zal er met ondersteuning van de Franse overheid gewerkt worden aan de nieuwe aanmeerfaciliteiten van de veerverbinding. Vandaag zijn er nadere afspraken gemaakt met betrekking tot deze werkzaamheden. Voor het eind van 2023 moet het een feit zijn dat de beide samenlevingen gebruik kunnen maken van het veer. Suriname is nu pas bezig om nieuwe aanmeerfaciliteiten voor te bereiden voor de nieuwe veerboot. De Fransen financieren een deel van dit project. Wat wij nu doen, ook aan het bespreken zijn met de Fransen, is dat we die aanbesteding gaan houden. Zodat we voor december 2022 dat gedeelte van die aanbesteding hebben afgerond. In de tussentijd werken we ook aan de rehabilitatie van de bestaande veerfaciliteit, zodanig dat we de huidige veerverbinding kunnen garanderen.